Zoals elk jaar in de herfstvakantie organiseren we hier het vakantiekinderfeest. Dat is altijd op de maandag, de dinsdag en de woensdagmorgen van de herfstvakantie. En dan hebben we hier altijd een feestje in de kerk. Ja. We kleren de kerk aan dat het ook voor de kinderen een geweldig feestje is. Alleen al om te zien. En we hebben dan natuurlijk, er wordt gezongen, er wordt wat verteld, er wordt Bijbel gelezen, er wordt een verhaal verteld, er wordt geknutseld, er wordt wat gedronken, wat gegeten. En op de woensdag, zoals vandaag, de laatste dag van de vakantiekinderfeest, sluiten we dan af met een pannenkoekenfestijn. Ik ruik hier wat. Pannenkoeken. De pannenkoeken zijn op en de kinderen zijn hier. De poppenkast is net geweest en nu wordt afgesloten met het zingen van een paar liederen. En dan gaan de kindjes weer naar huis toe.